Ja, de Stichting Museum van Marken bestaat nu 5 jaar. Ik ben inderdaad voorzitter van de stichting. En we willen het erf en gedachtegoed van Jacques en Agnete van Marken onder de aandacht brengen bij een zo groot mogelijk publiek. En dat is omdat wij denken dat het erf en gedachtegoed ook vandaag nog heel actueel is en ook voor morgen actueel zal blijven. Wie waren Jacques en Agnete van Marken? Zij waren eigenlijk de eerste sociale ondernemers van Nederland en hebben hier in Delft te midden van hun medewerkers gewoond, een Agnetenpark opgericht, het eerste tuindorp van Nederland, en 100 sociale voorzieningen, meer dan 100 gerealiseerd, waaronder het eerste pensioenfonds, de eerste ondernemersraad enzovoort van Nederland. Maar wat ze vooral hebben gedaan is de sociale kwestie proberen op te lossen die in die tijd speelde. De controverse tussen arbeid en kapitaal. In die tijd hebben zij talloze verenigingen opgericht, sportverenigingen, artistieke verenigingen, muzikale verenigingen die nog steeds staan. Meneer Van den Berg, u heeft zich gemeld naar aanleiding van een televisieuitzending. Ja, dat klopt. Dat u in bezit was van het beeld. Ja. Hoe is dat verder gegaan? Nou, het is zo gegaan. Mijn vader was decorbouwer voor de toneelvereniging Zigzag. En daar had hij het beeld voor nodig. En het beeld kwam uit de opslag. En toen ik eenmaal uit de opslag was, vond hij het beeld zo aantrekkelijk dat hij zei van dat beeld wil ik wel graag in mijn eigen tuin hebben. En zo is het bij ons in de tuin gekomen. Totdat mijn vader op leeftijd was en hij naar een verzorgingshuis moest of naar een appartement. Ja, dan moest het beeld heen. Dus toen hebben we gezegd, laten we het beeld meenemen naar de Zuid-Laren waar ik toen woonde. Zodat het beeld in ieder geval niet kapot zou gaan of naar van Puchten zou gaan om als oud ijzer verkocht te worden. Dat was niet de bedoeling. Wij hebben toen naar Zuid-Laren gebracht. En toen zagen we de televisieuitzending. En die televisieuitzending hebben we een reportage van het park gemaakt. Toen zei ik, nou, het beeld wordt terug in het park. En het was toen een museum opgericht. Of was in oprichting. En toen zeiden we, dan wordt dat beeld terug bij het museum van Marken. Vandaar dat we zeiden, jullie krijgen dat beeld. Was het beeld gehavend? Ja, het beeld was ooit een keer bijna gestolen vanuit de tuin. Er waren de vingers afgebroken en de sokkel was aan de onderkant stuk. Dus nu bij de restauratie is het perfect. Het is nu weer in orde. Nu kan het weer tentoongesteld worden. Hoe zijn we zo doen? Zo was het, ja. En het probleem is het hoofd van het beeld natuurlijk. Ja. En even kijken. We kijken even hulp, jongens. Ja, bijna. Ja. Dus we hebben eigenlijk nu een aantal ideeën wat we met het beeld zouden kunnen doen. Eén is dat het natuurlijk uiteraard deel van onze collectie wordt. Hè. We hebben een grote collectie al in opbouw, die opgeslagen is in Delft. En we kunnen die natuurlijk ook uitlenen aan andere instellingen die wel een museum hebben. Dus op die manier kan het onder de aandacht worden gebracht. Net zoals we nu met exposities al doen. Hè, waar we dus op allerlei plekken over het verhaal van Van Marcus exposeren. Dus dat kan. Een tweede idee is dat we toch kijken of het een plek zou kunnen krijgen in het Agnetapark. Maar dat moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Want we willen niet dat het beeld door vandalisme wordt aangetast bijvoorbeeld. Dus dat zou een weg kunnen zijn. En de derde is inderdaad het onderbrengen bij een bestaand museum. Of op een museaal terrein waar ook bewaking is of kan zijn. Dat zijn eigenlijk de ideeën waar we nu aan denken. Ja. Een concreet gebouw heeft u eigenlijk nog niet op te horen? Nee, op dit moment niet. Maar desalniettemin ontpoppen zich talloze ideeën altijd. Alleen dit jaar exposeren we met het Museum van Marken al op 3 plekken hier in de stad. Welke plekken zijn dat? Dat is in het stadskantoor geweest. We hebben een expositie gehad. We maken nu ook deel uit van de tweede expositie, de Antonie van Leeuwenhoek. Expositie die gisteren geopend is in de Oude Kerk. En in de maanden november en december gaan we in Dok Open, zeg maar de bibliotheek van Delft, exposeren. Zijn we ook het originele
paviljoen van de Delftse Nijverheid, waar de panelen dus onderdeel van waren, zijn we aan het herbouwen in de Hortus Botanicus. Wij verwachten ook na de zomer dit te kunnen gaan openen. Dat doen we samen met de Hortus Botanicus. Ook dat wordt weer gesteund door Delftse ondernemers. Dus u ziet, we zijn op talloze manieren bezig. U kent natuurlijk, dat is overigens geen activiteit van de stichting, maar het toneelstuk over Jacques en Agnete van Marken, wat er hier opnieuw wordt uitgevoerd op 12 en 13 september. 78, 78, 78, 78.